kan het in de magnetron. Of niet? Hallo dames en heren van Marscheck en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kan het in de magnetron of niet? Deze keer hebben we weer een video reactie uitgekozen van de Dutch YouTube Gathering. En dit keer hebben we de aanvraag van Eelco, een van de organisatoren van de Dutch YouTube Gathering. Er zijn vast leuke dingen die je in de magnetron kan doen, maar dan is het misschien vet om bijvoorbeeld dingen te gaan combineren. Dat je bijvoorbeeld een appel leeg maakt, zeg maar, hol maakt, en dat je daar bijvoorbeeld dan popcorn in doet. Dan de appel weer terug aan elkaar met elastiek of zo, en dat dan in de magnetron. Oké, dus een appel met popcorn erin. Ja, een appel met popcorn erin. Nou, en Eelco zei dus dat we een appel in moesten doen met popcorn erin. Dus we hebben een appel met popcorn voorbereid. En die gaan we dan nu in de magnetron doen. Dus dan gaan we naar onze veilige basis, want we willen nog niet dood. En actie. Kijk hoe dat eruit ziet. Oeh. Ik zie een hele bruine vlek. Geen idee wat daar gelegen heeft. De appel is helemaal. Ja, het is alleen nog maar een velletje eigenlijk. Wat zit er dan in dat velletje? Auw, heet. Oh, daarin zit popcorn. Het is nog heel heet. Popcorn is ook al aan het verbranden. Nou ja, dan nog even de smaaktest natuurlijk. Is dit een goede snack? Nou, de popcorn smaakt nog goed, maar met een beetje appel erbij. Oh, nou, er zitten heel veel zaadjes nog in van de popcorn. De appel, ja, smaakt wel goed. Met de popcorn, ja, het heeft niet echt een toevoeging en het is meer heel hard, want alle zaadjes zijn niet gepopt en de popcorn begint ook al te verbranden, dus nee, het is geen goed idee voor een snack. Dus dit was Marscheck voor vandaag en tot de volgende keer.